zetten tot het kiezen van moet altijd de troepen die zij gaan steunen kunnen volgen en heeft daarvoor dezelfde middelen ter beschikking gekregen. Ja, dan zijn we nu eigenlijk al bij het luchtdefilé van de burgerlijke diensten, commissaris Christian Koning. Ja, daar zijn drie helikopters, twee MD-900 helikopters en één MD-520. De kleinere helikopter wordt gebruikt voor kleine opdrachten, kan ook 's nachts niet vliegen, is een monoturbine en mag normaal niet over de stad vliegen, maar hier uitzonderlijk werd de toestemming wel verleend. De grotere helikopters vliegen 's nachts, kunnen ingezet worden voor bijna alle opdrachten, ook zoekacties en achtervolgingen. Zijn topsnelheid is 259 km per uur en hij heeft ook een autonomie van 3 uur. Is ook een bi-turbine, twee motoren. En met die helikopters van de politie is het burgerdefilé nu begonnen. En minister van Binnenlandse Zaken Milquet heeft nu plaatsgenomen naast de koning, want zij zal de koning begeleiden tijdens dit gedeelte van het nationale defilé. Het defilé van de hulpdiensten. En dat begint met een gronddefilé met een peloton van aspirant-leerlingen van de federale politieschool. Inderdaad, er is een peloton met aspiranten van de politieschool van Antwerpen en Luik. Met aspirant hoofdinspecteurs, aspirant politiecommissarissen en ook een enkele aspirant officieren, politieofficieren dan van het grootrechterdom Luxemburg. En het tweede peloton dat volgt bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige aspirant-inspecteurs van de politieschool van Brussel. Je ziet hier hoe waterzakjes worden uitgereikt aan de mensen die al bijna drie uur in de blakende zon staan. De politie recruteert nog steeds. Kandidaten zijn altijd welkom. Ze kunnen zich inschrijven op de site van www.jobpol.be. Daar staan alle formaliteiten op vermeld en ook enkele voorbeelden van toelatingsexamens. Ik heb gelezen in de brochure die minister Milquet heeft verspreid dat er bij die aspirantleerlingen ook veel leerlingen zijn die 20 jaar oud zijn. De generatie Albert wordt ze genoemd, mensen die geboren zijn op het moment dat koning Albert 20 jaar geleden de koning besteeg, de troon besteeg. Inderdaad, het is nu ook zo dat de meeste aspirant-inspecteurs vlak na het hoger secundair postuleren en dan ook deel uitmaken van die lichtingen en dan zijn ze 19, 20 jaar. Maar er staat geen leeftijd meer op de recrutering, dus iedereen is welkom om te postuleren. Dat 20 jaar koningschap van koning Albert, dat vandaag ten einde kwam, dat zult u in dit burgerdefilé ook nog een aantal keren zien terugkomen. En meer met een aantal, laten we zeggen, oldtimers die zullen defileren. Voertuigen die in dienst waren toen Albert koning werd. Maar eerst kijken we naar het defilé te voet van de politieschool. Er werd ook geopteerd om aspiranten uit de verschillende landsdelen te laten defileren. En zij vinden het ook een hele eer om hier op het paleisplein voor de nieuwe koning te mogen defileren. En dat is dan een detachement van jeugdbrandweermannen. Het zijn er 52. Het zijn er 52, inderdaad. En dat zijn aspirant brandweermannen, jeugd die gevormd wordt en warm gemaakt wordt om het brandweerkorps te vervoeren. Ook als beroepsbrandweerman of als vrijwillig brandweerman. Zou de jeugdbrandweerlieden zijn uit Kruipbeke, Eeklo, Ieper en Poperingen, terwijl de kroonprinses Elisabeth toekijkt samen met de andere kinderen van koning Filip en koningin Mathilde. Het is ook heel normaal dat die jeugdbrandweermannen ook defilerend na de politie of samen met de politie, want politie en brandweer en andere hulpdiensten, wij werken heel nauw samen. Wij hebben hen nodig, zij hebben ons nodig en er is altijd een heel goede samenwerking
en ook hun professionalisme moet hier ook eens